Waar staan we vandaag? We staan vandaag bij Plein 11, zoals je ziet hier achter ons. Dat is de buurtwoning van deze omgeving. Waarvoor is deze opening? Omdat bewoners samen met medewerkers van Portes de woning opnieuw hebben ingericht. Dus andere kleuren verf, andere meubels. Vooral in overleg met de bewoners die hier wonen, want het moet hun buurtwoning worden. Met activiteiten die zij belangrijk vinden en dan moeten zij zich ook in die woning thuis voelen. En daarom is ook met hun besproken hoe we opnieuw die woning gaan inrichten. Dit is allemaal geverfd. Hier kunnen de kotertjes lekker hun gang gaan in de kinderkamer. De spullen die hier waren, die waren er al, maar die zijn anders ingedeeld. Meer het idee van een huiskamer aan het begin. Wat vindt u van de veranderingen hier? Hartstikke mooi, dat is mooi, ja. Mensen komen zoek meer hier, ja. En heeft u zelf ook veel aan gedaan hier? Ja. Ik heb geholpen, die tafels zijn zo gemonteerd. Ja? Ja. Heeft u zelf ook de kleuren uitgekozen voor de verf? Nee, dat niet. Dat hebben die mevrouw al gekozen. Bijna alles opnieuw geschilderd, hè? Ja, in de keuken. Pannetje nieuw gekocht en lepel, theelepel en etenlepel is alles nieuw gekocht. En dit jaar zal het weer gebeuren vanaf maart, dat de tuin weer helemaal ingericht wordt met groenten en met fruit. Bonenzaaien, tomatenzaaien, komkommerzaaien, zomer, is heel leuk. Is dat met een grote groep geweest dat jullie het in elkaar hebben gezet? Ja, ongeveer 4 of 5 mensen. Hoe was dat? Ja, was gezellig met iedereen, ja, was gezellig. Kletsen, werken, dat is echt handig, ja. Maar nu die huisjes allemaal vernieuwd, allemaal veranderd. Ja. Vind ik echt mooi, echt knap. Waarom was het echt nodig? Als je het verschil ziet tussen nu en toen, weet je waarom het nodig was. Het was toch een beetje grauw. Het nodigde niet echt uit om langs te komen. En nu is het gewoon een huiskamergevoel. Het is fijn om hier te zijn. En dat nodigt uit om ook andere activiteiten te doen. Gezellig een kopje thee met elkaar te drinken. Gewoon het gevoel dat je thuis bent. Dat gevoel heb je nu. Toch, Sucria? Ja. Ja. En veel buitenlandse mensen wonen hier, buurt. En vrouwen vragen ze koffiehokten, wanneer gemaakt. Er komen de dames uit de buurt, iedereen is welkom. Er komt ook voorlichting, we gaan activiteiten doen. We willen een handwerkklasje willen we oprichten. We willen met z'n allen naar het theater. Dus ideeën die de vrouwen ook hebben, die willen we graag uitvoeren. En wat voor leuke ervaringen heeft u hier al gehad? Leuke ervaring? Ja, met nieuw, ja. Wij zijn hier aan de buurt, lekker rustig. Gouden kinderen en zo, niks gebeurt. Dat vind ik wel. Dat is fijn. Fijn, ja. Dat vind ik wel fijn, ja. Mooi. Fietsen misschien. En wandelen. Ja, wandelen. En een picknick meenemen als we gaan fietsen. En we gaan iedereen ook gezond laten worden hier. En wat voor dingen hoopt u hier te gaan zien komende tijd? Ik vind het echt beter geworden. Alles beter worden. Voor mijzelf. Ik ben trots op die plein. En op Zuilen ook. Trots op Zuilen. Ja, tuurlijk. Ik ben trots op Zuilen, ja.